AI kan de mensheid uitroeien of een glorieuze toekomst brengen. Dat zeggen de makers. Als je het aan mij vraagt, slaan beide visies nergens op. Mijn naam is Ilyas Nasrullah en ik wil dat jij je niet laat misleiden door domme software die zich slim voordoet. Welkom in de AI-fabriek, nu in je podcast-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 8 december 2022. Buiten is nog pitch dark, nu nog wel, maar als je de podcast luistert, wellicht niet meer. Naast me zit Iwan Verrips. We gaan 20 minuten over het nieuws van dit moment spreken. Iwan, we krijgen weer inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. We gaan duiken in het aardgasverbruik, dat is fors afgenomen. En als je nou in het trein of het vliegtuig zit, het is een ongoing discussie. Mag je nou zonder te kijken die stoel in de leunstand zetten? Oh ja, dat is mijn grote vrees. Dat je daar met die maaltijd zit en dat het glop achterklapt. Ja. Ja, exact. Maar eerst spreken wij over de Rabobank. Want de bank wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. De wet WTF. En dus start justitie nu een onderzoek naar de bank. Ja, dat doen ze vanwege een melding van DNB, de toezichthouder de Nederlandse Bank. Over het strafrechtelijk onderzoek wordt op dit moment geen verdere mededeling gedaan. En ook Rabobank laat weten dat zij volledig meewerken aan het onderzoek, maar wil er verder ook niks over zeggen. En ze zijn al langer in de problemen met het tegengaan van witwassen. Eerder heeft het concern al eens een dwangsom moeten betalen van €500.000 vanwege die tekortkomingen. De bank zei vorig jaar nog dat DNB met een handhavingstraject zou starten, maar toen was nog niet duidelijk dat er ook een strafrechtelijk onderzoek zou volgen, en dat weten we nu dus wel. Aanwijzingen van de toezichthouder waren voor de bank eerder al reden om honderden miljoenen extra uit te trekken voor inderdaad anti-witwasbeleid, om dat te verbeteren. Bijvoorbeeld om achterstanden bij klantenonderzoek weg te werken, om transactiemonitoring te doen. We weten dat zijn die witwaslegers die bij banken aan de slag zijn. Duizenden mensen zijn daar bij al die banken, waaronder dus bij Rabobank, mee bezig. En Rabobank is natuurlijk niet de enige bank die in de problemen is. ING trof in 2018 al een schikking met het OM van €775 miljoen. ABN AMRO moest vorig jaar een schikking en een boete betalen, €480 miljoen. En nu lijkt het er dus op dat Rabobank aan de beurt is. Ja, het is voor de tweede keer deze week dat ze aan de beurt zijn. Want afgelopen dinsdag kwam naar buiten dat Rabobank nog een boete boven het hoofd hangt. Weet je nog, de Europese Commissie denkt namelijk dat Rabobank geheime afspraken maakte met de Deutsche Bank over de handel in staatsobligaties. Ja. En daarmee, als je dat soort onderlinge afspraken maakt, kan je wel eens Europese concurrentieregels schenden. Volgens de Europese concurrentiewaakhond hebben die banken tussen 2005 en 2016, dus inderdaad 11 jaar lang, alle informatie, marktgevoelige informatie uitgewisseld en hun prijzen en handelsstrategieën op elkaar afgestemd. Nou, dat mag natuurlijk niet. Toezichthouders betrapt en het concern jaren terug al is op het manipuleren van internationale rentetarieven. Dat weten we nog wel. Rabobank werd toen behept met de Libor-zaak. Die werd in 2013 geschikt en dat kostte Rabobank toen €774 miljoen. En nu dus mogelijk in 1 week 2 keer aan de beurt. En dan zijn we keurig bezig met ons aardgasverbruik, Iwan. Ja, in ons land hebben wij in de periode juli tot en met oktober 17% minder aardgas verbruikt vergeleken met een jaar geleden, meldt het CBS. In totaal kwam het gasverbruik neer op 7,3 miljard kubieke meter. En daarmee voldoen we ook aan de richtlijn, de vrijwillige besparingsnorm van de EU, van 15%, want wij zitten dus op 17%. Grote bedrijven verbruikten meer dan een kwart minder dan een jaar geleden. Vooral bedrijven in de aardolie en de chemische industrie verbruikten minder. Gascentrales verbruikten juist meer, want die hebben we aangezet. En de invoer van gas nam toe om allerlei leveringszekerheden vast te stellen en te garanderen. De invoer van LNG verdubbelde. En de Nederlandse gasvoorraad lag eind oktober ook hoger dan de Europese norm. Maar daar is natuurlijk ook nog wel een kanttekening bij te plaatsen. Want in hoeverre is dit allemaal vrijwillige reductie? Ja. En zitten misschien ook bedrijven die ermee gestopt zijn en die zeggen, we kunnen het allemaal niet meer betalen. Exact. Dus is het een juichverhaal? Misschien als het om het consumentendeel gaat wel, want we zetten allemaal de verwarming wat lager. Ja. Wie heeft hem niet op 19 graden staan? Maar er zijn ook heel wat bedrijven die noodgedwongen moeten afschalen. En dan is de vraag, hoe wenselijk is dat eigenlijk? Precies, en dan moet je denken aan bakkers en tuinders bijvoorbeeld. Speaking of tuinders, de landbouw krijgt volgend jaar 1 kans om vrijwillig te transformeren. Zowel het landbouwakkoord als de uitkoopregeling, of die uitkoopregeling plus, zoals dat mooi heette, die moet in 2023 echt een succes worden. En lukt het dan niet, dan grijpt het kabinet in en gaan de ministers het zelf doen. Zelf aan de bak. Politiek verslaggever Leonard Beekman, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, volgend jaar is dus het jaar van de waarheid. Ja, volgend jaar moet het echt gebeuren. Stikstofminister Van der Wal is daar natuurlijk wel duidelijk over geweest.
minister van Landbouw Adema was dat gisteren ook. Als de partijen niet zelfstandig tot een landbouwakkoord komen, dan gaat het kabinet het regie nemen en zelf bepalen hoe de toekomst van de landbouw eruit komt te zien. Dus één kans krijgen ze voor het landbouwakkoord. Ja, nou, dat is ook perspectief. Ja, dan is het de vraag, is er dan perspectief? Adema kwam gisteren zelf met lege handen naar de Kamer. Bromet van GroenLinks zei het wel mooi. Ze is nu 5 jaar Kamerlid, heeft 3 ministers van landbouw meegemaakt. De eerste, Schouten, kwam altijd met kringlooplandbouw aan, zonder uit te leggen wat het nou precies was. De tweede, Staghouwer, had het over een perspectiefbrief die nooit kwam. En nu wordt er gesproken over een landbouwakkoord. Maar wat dat is, totaal onduidelijk. Ik zit nu al een tijdje te luisteren naar de antwoorden van de minister. En ik heb echt geen idee wat dat landbouwakkoord nou is. Dus kan de minister mij nou eens uitleggen wat dat is, dat akkoord? De minister. Zeker, dat wil ik graag. Dank u wel voor de vraag. Het landbouwakkoord, dat moet een visie geven op de landbouw in 2040. Dus een klein beetje een stip op de horizon is misschien wat te veel gezegd. De wolk op de horizon, want ook die landbouw zal bestaan uit verschillende scharkeringen, zeg maar. Maar het is wel een duurzame landbouw. Het is een op kringloop gebaseerde landbouw. En het is een landbouw die zich ontwikkeld heeft via die verschillende transitiepaden, waarbij de ene is doorontwikkeld in emissiearme systemen en op die manier de kringloop sluit. Waarbij de ander een verdienmodel heeft met nieuwe functies erbij, maatschappelijke functies, waarbij ook natuurinclusieve landbouw een stevige positie krijgt. Landschapsbeheer door boeren een stevige positie krijgt. En in het landbouwakkoord willen we eigenlijk al dat palet aan omschakelmogelijkheden of doorontwikkelmogelijkheden willen we een plek geven. En dit zijn de instrumenten die mij ter beschikking worden gesteld. Dit is de ondersteuning die de overheid me geeft om te komen tot die omschakeling. Ja, dus ja, je hoort het, Bas. Instrumenten zijn er, doelen, kaders zijn er. Ik heb gisteren tijdens het debat in mijn hoofd ben ik gaan loslaten de hoop dat er daadwerkelijk een doorkijk richting perspectief zou komen. Nou, ja. Nee, richting perspectief. Okay. En dat moet dus uit het landbouwakkoord komen. Ja, ja. Maar dat punt is dat landbouwakkoord, en daar heeft mevrouw Bromet ook wel een punt, dat is er ook nog niet. Dat weten we ook niet. Perspectief of kringlooplandbouw terecht. Ja. Landbouwakkoord, ja, ik heb geen idee. Hoe gaat dat? Komt het er überhaupt? Want 1 juli volgend jaar hebben de provincies de opdracht gekregen om beleid ten uitvoer te leggen. En als dat er niet is, of je weet niet hoe het eruit ziet, ja, wat heb je dan? Dan heb je nog niks. Dus zo'n landbouwakkoord, wanneer komt dat dan? Hebben we daar iets over gehoord? April, mei, Adema wil zich nog niet vastpinnen op een bepaalde datum. Mm-hmm. En wat opviel, het gaat gebeuren met heel veel tafels. Adema sprak over een hoofdtafel, een deeltafel, een deskundige tafel, een sectortafel, een reflectietafel, een groenpacktafel met jongeren. En dan kijkt het PBO ook nog mee. Alle tafels zijn even belangrijk. Nou, je kan je voorstellen dat toch iedereen aan de hoofdtafel wil zitten. Maar Adema zei, dat is niet nodig. Het wordt wel een hoofdtafel benoemd, maar het is niet de belangrijkste tafel. Ja, dus veel tafels. En uiteindelijk moeten alle ideeën van die tafels bij elkaar komen tot een akkoord. Mm-hmm, juist. En zo polderen we het hele verhaal. Heb jij er vertrouwen in, Bas? Nou ja, nee, niet. En ik denk dat je het zo helemaal doodpoldert, maar oké. En daarnaast heeft Adema ook al eerder gezegd, de rol van de banken en supermarkten, die moeten we ook even onder de loep nemen. Komt er ook een aparte supermarkttafel en een bankentafel bij? Ja, er komt een tafel voor de ketenpartijen en voor de banken komt er een tafel. Hij wil dat banken, leest de Rabobank, 10% van de schulden van boeren gaat kwijtschelden. Ja. En eerlijkere en betere prijzen eist hij van supermarkten. Adema klonk in de NRC heel krachtig, heel daadkrachtig erover. Maar in het debat is hij dan toch weer voorzichtig. Dat zijn precies de vragen die we met de ketenpartijen gaan bespreken. Vanzelfsprekend. Het zijn allemaal suggesties die we graag meenemen. Maar ik ga hier nou niet met u onderhandelen over wat de ketenpartijen moeten gaan doen. Er zijn genoeg mogelijkheden. Daar gaan we echt met de ketenpartijen over in gesprek. Maar ik ga hier niet nu alvast bepaalde mogelijkheden vastklikken. En nogmaals, u vraagt zich van wanneer komt u naar de Kamer met een brief. Nou, dit gaat echt in het landbouwakkoord landen. Waar de harde afspraken staan met de keten straks.
Oké, okay. Dus ook geen kaartjes, geen perspectiefbrieven. Allemaal niet. Eerst praten en daarna komen we tot een landbouwakkoord. Nou, mooi. Precies. Dan nog even, Leendert, het aanpak van die piekbelasters, die pasmelders, die voldeden aan de eerdere eis die er was. Hè, van je moet melden op het moment dat je uitstoot krijgt, een vergunning. En mensen hebben daarop geïnvesteerd ook. En nu blijkt achteraf door een uitspraak van de rechter dat ze dat nooit hadden moeten doen. Wat gaat ermee gebeuren? Weten we dat nou? Ja. Duidelijk is natuurlijk dat piekbelasters 3000 uitgekocht gaan worden op vrijwillige basis volgend jaar. Ja. Om zo ruimte te maken voor die pasmelders, om de pasmelders te legaliseren. Ja. Nou, wat is een pijnlijk punt? Bijvoorbeeld dat Schiphol boerderijen aan het opkopen is om voor het bedrijf zelf, dus voor Schiphol, stikstofruimte te creëren. Nou zijn er twee moties aangenomen in de Kamer. Ze willen daar een stokje voor steken. Maar nou werd wel in het debat duidelijk. Ja, op korte termijn lukt dat nog niet. Daar moet regelgeving voor komen. Dat gaat minimaal 3 maanden duren. Ja, en Adema liet weten. Volgend jaar, in het loop van het voorjaar, is de regeling pas echt klaar. En dan kan ik daarmee aan de slag. Dus dat er kapers op de kust liggen om piekbelasters uit te kopen. En of zodoende dat ook eigenlijk wegkapen voor de overheid zijn neus. Ja, dat is nog steeds het geval. Ja. En daar moet een stokje voor gestoken worden. Ja. Alleen dat kan dus nu niet, zoals je net terecht zegt. Nou, wat dat betreft, we zijn geen steek verder. de kaders zijn helder en duidelijk geworden. Het is nu... Ja, het vertrouwen hebben, hopen dat het landbouwakkoord er komt. En wat wel zo is, is dat stikstofminister Van der Wal, wat ze eigenlijk altijd doet, is dat ze een hele duidelijke tijdslijn heeft geschetst. Wanneer kom ik met welke regels en met welke brieven? En op Van der Wal kan je wat dat betreft wel bouwen. Dat zie ik wel goed komen. Het is nu echt wachten op dat perspectief voor de boeren. Duidelijk, dankjewel. Politiek verslaggever Leendert Beekman. Ja, en dan oppassen als je in het vliegtuig of in de trein denkt... weet je wat, ik zet mijn stoel even lekker naar achteren. Daar kan je geld gaan kosten. We gaan eerst naar BKR. Ochtendnieuws. Want ze vervelen zich niet in Tiel. Het BKR trekt meer werkzaamheden naar zich toe, schrijft de Telegraaf. Vanaf volgend jaar wil het bureau ook hypotheken gaan registreren en betalingsachterstanden actief gaan doorgeven aan hypotheekverstrekkers. BKR zegt dat het bijhouden van hypotheken zou kunnen helpen bij het voorkomen van stapelen van leningen. Financieel kwetsbare starters worden zo beter tegen zichzelf beschermd, zegt het bureau. Maar de Vereniging Eigen Huis en ook banken zijn kritisch. De Vereniging Eigen Huis noemt het Big Brother-toestanden. Hans-André de Laporte van de VEH zegt dat het BKR te ver gaat met de plannen. Roept ook op om ze in te trekken. En Wim Flikweert, die marketingmanager hypotheken, strategie en innovatie is bij ING, die noemt de plannen totaal overbodig, want het kadaster zou al die informatie namelijk al lang hebben. En ook Matthijs is zorgen om privacygevoelige informatie, want het is eigenlijk helemaal niet duidelijk of het BKR alleen wil registreren of je een hypotheek hebt, en of bijvoorbeeld ook hoe hoog die is en of je netjes afbetaalt. Nou, dat soort zaken. Flikweert zegt ook, betalingsachterstanden, daar informatie over delen, dat is ook ingewikkeld, want dat hoeft niet altijd te betekenen als je een achterstand hebt dat je ook daadwerkelijk financiële problemen hebt. Nou, BKR-woordvoerder zegt, nou, meneer Flikweert, maakt u zich geen zorgen. Melden van zo'n betalingsachterstand, dat gaan we echt pas na een aantal maanden doen. En ook zorgen om de privacy zijn niet nodig. En bovendien, het is allemaal heel erg nodig om de consument te beschermen tegen overkreditering. Dus daarom is dit toch allemaal heel belangrijk, vindt het BKR. De Tweede Kamer debatteert vandaag over hoe je melders van misstanden beter kunt beschermen met de nieuwe klokkenluiderswet. Nou, de oude wet, die hebben we. Maar die moet op de schop om aan een Europese richtlijn te voldoen. Maar er is nog veel onduidelijk. En de grote vraag is bijvoorbeeld wat er allemaal valt onder de term maatschappelijke misstand die nu in die wet staat. En die beperkt inderdaad de aanspraak van klokkenluiders op dat soort dingen. Politiek verslaggever Mats Akkerman sprak met SP-Kamerlid Renske Leijten over het belang van een goede klokkenluiderswet. Nou, in Nederland hebben we het Huis voor Klokkenluiders, waar je je met een misstand kan melden. En die geeft jou dan advies over hoe je het beste met een probleem aan de gang kan gaan. En ze proberen dan niet alleen jou als melder, nog zijnde niet een klokkenluider, want je hoopt niemand ooit te worden, maar jou met je melding te helpen. En ze hopen ook de misstand op te lossen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat wij natuurlijk vaak horen,
horen, is die klokkenluider die eruit is getrapt, die niet gehoord wordt en die eigenlijk berooid en ja, helemaal zonder iets, zonder alles aan de zijkant zit. Nou, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen die je zou moeten oplossen. Maar dit wetsvoorstel gaat erover: wanneer is iets een misstand? Hoe moet je dat melden? Ja, want dat is inderdaad hier de vraag. Het gaat dan om een maatschappelijke misstand. Maar ja, is een boze presentator die af en toe schreeuwt tegen een redacteur, is dat nou een maatschappelijke misstand? Ja, om die discussie te voorkomen willen wij graag de definitie van misstand verbreden. Nu wordt er gezegd dat als jij een persoonlijk probleem hebt, dan hoeft het niet per se maatschappelijk te zijn. Terwijl als jij een baas hebt die jou de hele tijd seksueel overschrijdend bejegent, kan dat wel degelijk natuurlijk een vorm van machtsmisbruik zijn. Of je hebt een presentator die een angstcultuur organiseert, dan kan dat wel degelijk een breder probleem zijn. Zeker als dat niet wordt opgelost, noem allemaal op. De individuele klacht die iemand kan hebben, kan een misstand zijn. Nou, door een definitie te verbreden, en wij sluiten daarbij aan bij een definitie die al bestaat bij de wet op de inlichtingendiensten, hopen wij dat het makkelijker wordt om dus als melder dan bij dat huis voor klokkenluider. Maar dat is wel lastig, want dan moet zo'n melder, zo'n klokkenluider, moet heel goed op de hoogte zijn van de wet voor die de klok luidt. Zeker, maar daar is ook het Huis voor Klokkenluiders voor. In principe moet je melding intern doen. Hè? Dus je hebt iets gezien waarvan je denkt: dit is onbehoorlijk bestuur, dit brengt de volksgezondheid in gevaar, dit is echt een grote misstand, doet iemand een grote graai in de kas, of nou ja, is bezig met echt strafrechtelijke zaken. In principe moet je dat intern melden. Maar op het moment dat je intern niet terecht kan, dus niet bij je bedrijf of niet bij de overheidsinstantie waar je werkt, dan kan je het Huis voor Klokkenluiders om advies vragen. En die zullen dan met jou meekijken of de melding te beschermen is. En dan kan je bescherming krijgen en dan gaan ze dus proberen die misstand op te Want dat is natuurlijk, durf zo'n klokkenluider die stap te zetten. Want ja, voor je het weet sta je op straat en dan heb je wel een melding gedaan van iets, maar in afwachting zit je dan wel werkloos thuis misschien. Dat is precies waar dus deze wet over gaat. Zorgen wij ervoor dat je veilig je melding kan doen en dat je er dan ook op kan rekenen dat je voldoende beschermd bent in het niet worden van een klokkenluider met alle gevolgen van dien. Want niemand wil zo'n klokkenluider worden. Wat je wil is dat op het moment dat jij iets meldt, wat je ziet, dat wordt opgelost en dat jij je werk kan behouden. En dat het geen arbeidsconflict wordt, dat het niet een grote rel in de krant moet worden en dat wellicht ook wel helemaal niet je baas hoeft te sneuvelen, maar wel dat het probleem wordt opgelost. Nou, en daarvoor is deze wet. Dus dat je goed en laagdrempelig kan melden, dat je beschermd wordt op het moment dat het moet, maar dat de misstand ook wordt opgelost. En er zijn een aantal dingen die deze wet beter maakt dan die er was. Want de vorige wet die er lag was echt heel slecht. Maar we missen bijvoorbeeld een fonds waarbij je juridische en psychische hulp kan krijgen als melder en als klokkenluider. We missen ook bijvoorbeeld boetebevoegdheden voor het Huis voor Klokkenluiders. Maar het gaat uiteindelijk om: kan je melden dat je een misstand ziet en ben je dan beschermd? En dan ben je dus nog lang niet die klokkenluider die we nu kennen, berooid in een caravan of jarenlang strijdend voor het gelijk, maar nergens meer aan de bak komen. Dat willen we eigenlijk niet meer. Eigenlijk zijn de beste klokkenluiders degene die het nooit worden en waar je nooit meer wat van hoort, maar waarbij een probleem wel is opgelost. SP-Kamerlid Renske Leijten tegen politiek verslaggever Mats Akkerman. En vandaag debatteert de Kamer dus over de rijkwijde van die klokkenluiderwet. Inderdaad, het belangrijkste punt daarbij is: wat is nou maatschappelijke misstand? Is een presentator die uit de bocht vliegt ook maatschappelijk misstand aan het plegen of niet? En in hoeverre dekt het recht op dat moment zo'n conflict? Nou, vaak zijn dat arbeidsconflicten en ligt het allemaal niet zo heel zuiver te regelen. Maar kom je in het arbeidsrecht, ander verhaal. Of het een of het ander gedekt. Nou, daar gaat de Kamer vandaag vast over praten. Het risico dat Rusland kernwapens inzet in de oorlog in Oekraïne is afgenomen. En dat komt door internationale druk op president Vladimir Poetin, zegt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vandaag in een interview. Ja, want hij is 1 jaar aan de macht, dus hij heeft een interview gegeven. Poetin zelf kijkt er iets anders naar. Die zei gisteren namelijk nog dat het risico van een nucleaire oorlog toeneemt. Maar Rusland is volgens hem niet gek geworden en ziet zijn eigen nucleaire arsenaal als een puur defensief afschrikmiddel, zegt Poetin. En Rusland zal ook niet als eerste naar nucleaire wapens grijpen. Dat is toch fijn om te horen. Overigens, dat interview met Scholz is maandag al afgenomen. En Poetin maakte deze uitspraken gisteren. Dus nou, dan snap je dat het een beetje niet congruent is inderdaad. En dat Scholz daar dus niet op kan reageren. Scholz die ziet dat Rusland is gestopt met het dreigen met kernwapens. En dat is volgens hem als reactie op het feit dat de internationale gemeenschap daar echt
echt een rode lijn heeft getrokken. En ook zijn recente tripje naar China zou daarbij geholpen hebben. Want daar hebben Scholz en Xi gezamenlijk uitgesproken dat er geen kernwapens mogen worden gebruikt. Dat is door de G20-landen opnieuw bevestigd. En dat zou dus Poetin ook onder druk hebben gezet om maar eens te stoppen met al dat soort dreigementen. Verder zegt Scholz, het is belangrijk dat de dialoog met het Kremlin wordt voortgezet. En Poetin die erkende nog dat de oorlog in Oekraïne wel eens een proces van de lange termijn kan gaan worden. Ja, en er zijn toch nog twee geheime documenten gevonden in een opslagruimte in Florida van Donald Trump, na een onderzoek door een team dat ingehuurd is door de advocaten van Trump. Het tweekoppig team doorzocht onder meer panden van Trump, meer specifiek de Trump Tower in New York, de Bedminster Golf Club in New Jersey, een kantoorlocatie in Florida en de eerder genoemde opslagruimte. En in hoeverre dat een onderdeel is van beautiful, beautiful building. Ja, van Mar-a-Lago, dat is niet helemaal duidelijk. De stukken zijn inmiddels overgedragen aan de FBI. Of ze gebruikt kunnen worden in het onderzoek van justitie naar die verdwenen documenten die de ex-president mee naar huis nam, is maar de vraag, want die stukken zijn niet door de politie gevonden, maar dus inderdaad door dat team wat Trump zelf aanstelde. We gaan maar eens even koppen snellen. Ivan. Londense City, niet meer het financiële centrum van Europa, lezen we in het FD. Dat zegt de hoogste baas van Euronext, het bedrijf achter de beurs in Parijs en ook in Amsterdam. Hij geeft erbij aan dat de totale marktkapitalisatie van de beurs van Parijs groter is dan die van de London Stock Exchange. Ja, in de Volkskrant, aandeelhouders krijgen een steeds groter deel van het nationaal inkomen. Werkende Nederlanders krijgen steeds minder van het nationaal inkomen toebedeeld. Hun aandeel in de economische koek daalt naar een van de laagste niveaus in meer dan 50 jaar, zegt het CPB. Bedrijven en aandeelhouders die profiteren, want die krijgen juist meer. In de Financial Times. 'S werelds grootste staatsfonds gaat klimaatplannen eisen van bedrijven. Het Noorse staatsoliefonds gaat strengere eisen stellen aan bedrijven die hun duurzaamheidsplannen niet op orde hebben. Het fonds gaat tegen plannen stemmen als bedrijven niet uitwerken hoe ze in 2050 klimaatneutraal willen zijn. Ja, en dan in het AD over de IATA, dat is de internationale luchtvaarttransportclub. Productie van duurzamere brandstof wordt enorm verdubbeld, zelfs in het komend jaar, zegt die luchtvaartorganisatie. Er komt meer duurzame brandstof beschikbaar voor luchtvaart. In de Telegraaf, een warm welkom voor Xi. De Chinese president is op bezoek in Saoedi-Arabië, werd daar onthaald met een warm welkom. In tegenstelling tot president Biden eerder dit jaar, Saoedi-Arabië zoekt toenadering tot China, die Amerika moeilijk en vervelend doet, onder andere over die warme banden tussen Saoedi-Arabië en China. Ja, en dan nog even de financiële Telegraaf. Britse boeren luiden de noodklok. Ja, dat is toch wat Merry Christmas nou. Laat het Merry maar weg, want vanwege de vogelgriep zijn de eieren op rantsoen. Er is een tekort aan kalkoenen. En als de regels voor toegang van gas erbij dus niet worden versoepeld, geldt dat binnenkort ook voor tomaten, komkommers en peren. Nou, daar zit je dan met je gebakken stoofperen. Dat is niet. En weet je nog, flitsbezorgers zou helemaal de toekomst worden? Nou, Bloomberg zegt nu, Gorillas is nog maar de helft waard van vorig jaar. In de onderhandelingen over een overname door Getir, Turkse branchegenoot, wordt een prijskaartje van $1,7 miljard gehangen aan Gorillas, terwijl vorig jaar de waarde nog werd geschat op 3 miljard. Ja, even. Ja, chimpansee dan een gorilla tegenwoordig. Iwan, je kent dit, hè? Je zit lekker in je krappe vliegtuigstoel, met je knieën tegen de stoel van de man of vrouw voor je, die stoel vervolgens ongevraagd achterover knalt in de leunstand. Het is mijn nachtmerrie. Dat je daar met dat maaltje zit en dan... Ja vreselijk. Ja. Je krijgt er die namaak spaghetti op je. Ja, oké. Okay. In China leverde dat een boete en een forse rekening op voor notabene een treinreiziger, want daar kan dat ook. Deze meneer Liu die ramde zijn stoel in de achteruit, terwijl een student achter hem, meneer Wang, net met zijn nieuwe laptop zat te spelen. En jawel, de rugleuning van meneer Liu ramde het scherm van die laptop clean in twee stukken. En ja, dat betekent dus kosten. En nadat hij die laptop had reageren, klaagde meneer Wang Liu aan voor €700 om even de laptop te laten repareren. En ook om naar een politiebureau te reizen om daar het incident te melden. Ook die reiskosten nam hij even mee. En wat zei de Volksrechtbank in Hunan? Die zegt, ja, beide partijen zijn verantwoordelijk voor wat er gebeurde. We gaan het 70-30 verdelen. Liu 70% schuldig, omdat hij in de eerste plaats achteroverleunde. En meneer Wang zelf, die zijn laptop kapot zou gaan, 30%, omdat hij voorzichtig had moeten zijn. Hij had zich rekenschap kunnen geven dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Nou, meneer Liu, veroordeeld tot het betalen van bijna €500... of 70% van het bedrag waarvoor meneer Wang is aangeklaagd, waarvoor hij door Wang werd aangeklaagd. En, zei de rechtbank, op de trein hangen borden om mensen eraan herinneren bij de passagier achter hen even te controleren voordat je die stoel in de achteruit gooit. Dat is wel zo sociaal, hè? Dat is een aardig en sociaal bordje. En toen dacht ik, in de Chinese trein is dat wel, maar in de Nederlandse vliegtuigen nog niet. Nee, ik ga even rechtop zitten. Ze moeten zo'n bordje doen. Allemaal een bordje. Wij zijn BNR, een commerciële nieuwszender die volledig journalistiek onafhankelijk is.
Wij zijn 100% financieel afhankelijk van adverteerders en sponsors. Maar onze programma's zijn 100% journalistiek onafhankelijk. Daarvoor willen we sponsoren zoals Salesforce en SRM bedanken. Deze zakelijke vrienden weten namelijk dat nieuws niet te koop is. Maar weten ook dat nieuws maken geld kost. En dat de waarde van sponsoring onbetaalbaar is. Want door hun naam te verbinden aan BNR, verbinden ze zich aan het hart van de zakelijke doelgroep. En daarmee bouwen ze aan hun merk en bedrijf. Word ook sponsor van BNR. Ga naar bnr.nl/contact.